Hoi, ik ben Nanda en vandaag behandelen we de griep. Want ook als je griep hebt en je voelt je naar en slap, dan wil je soms toch bewegen. Of is het alleen maar om je lichaam te strekken en ruimte te maken? Ik heb een aantal oefeningen voor je in petto waarbij we het lichaam zacht bewegen en losmaken. We gaan voelen. En de aandacht brengen naar de adem. Daar knap je in ieder geval ietsje van op. Heb wel respect voor je zieke lijf, dus doe rustig aan. En hou het ook echt super zacht. Voor deze les heb je nodig een dik kussen of een dik pleet. En kom dan zitten. Je komt zitten in zit of je benen lang vooruit, de manier waarop jij op dit moment het prettigst zit. En dan adem je diep in door de neus, als je verkouden bent door de mond. En een lange uitademing. En dan sluit je je ogen. Je voelt het bekken mooi recht, met die mooie basis in de onderrug. Je kruipt met je aandacht zo vanuit je onderrug omhoog naar de bovenrug. De schouders lekker laag, je nek ontspannen lang en je hoofd balanceert. En de kaken zijn los. Voel de adem. Dus probeer alleen maar te voelen. Probeer niet te denken. Hij zit wat hoog of omdat ik ziek ben kan ik niet zo heel diep inademen. Gewoon observeren waar is mijn adem, tot waar komt die? En als die adem zo ergens komt, waar is dan de ruimte in dat gebied? Probeer het positieve daarin aan te stippen. Open dan de ogen op een kiertje. Open ze helemaal. En breng dan de aandacht naar je zitbotten. Draai rondom de zitbotten. En het kunnen hele kleine cirkeltjes zijn. Maar je kan hem ook wat groter maken. En dan voel je hoe je je lijf meeneemt. Alle spieren in je lichaam bewegen mee. Op een hele zachte manier trek je ze iets aan en laat je ze wat los. En dan kom je terug naar het midden. Op de zitbotten. Bouw de rug op van beneden naar boven. Schouders laag, lange nek. Voel je hoofd. En dat hoofd dat ga je draaien. Kleine cirkels, niets overdreven. Voel de nekspieren, de schouders, stukje bovenrug, stukje borst. Voel de keelspieren naar de onderkaak. En de andere kant op. En dan eindig je beneden je kin bij je borst. Adem wat dieper in. Veel langer uit. En laat nogmaals hoofd hangen. Schouders ontspannen. Kaken los. Ogen zacht. Open de ogen en zet jezelf vanuit het bekken weer recht op. Dan trek je de handen ietsje dichter richting de liezen en draai je de bovenarmen en de schouders. Voel je de beweging in de ellebogen en de polsen. En de andere kant op. Kom je terug naar het midden. Adem hier weer dieper in. En langer uit. Dan breng je de armen opzij, de handpalmen open omhoog. Maak ruimte in de borst, duw de borst wat verder naar voren. Zo ver naar voren dat je een holle rug krijgt, dus je hoofd valt ook ietsje naar achter. je weer de kaken los, open je ogen wijd. En zet jezelf rechtop vanuit het bekken zodat het hoofd weer rechtop staat. Plaats je je linkerhand plat naast je. Als dat niet kan, vingertoppen. Rechterarm komt omhoog. En rechterarm breng je iets over je hoofd naar links. En dan buig je iets je elleboog en die duw je verder naar achter. Zodat de flank wat verder open gaat staan zodat je een lekkere strekking krijgt vanuit je oksel. Helemaal zo over je flank naar je lies, naar je bil. En dan in, arm omhoog. Uitademend plaats je rechterhand naast je op de mat. En je linkerarm komt omhoog. Geleidelijk en langzaam. Buigt je elleboog ietsje naar achter. Voel die opening ontstaan. Werk een beetje met je hoofd mee. Blijf zoeken naar de ruimte. En dan komt je linkerarm op de inademing omhoog. En uitademend plaats je hand naast je. Uitademend laat alles los. En breng dan de benen uit elkaar. Spreidstand. Bepaal zelf hoe ver. En je beweegt even wat heen en weer die knieën iets op als dat kan. Dan breng je de aandacht naar de billen, de zitbotten en je voelt dan die zitbotten tegen de mat aan. En dan schuif je je linkerhand zo over je linkerscheenbeen richting je voet, en je rechterarm komt omhoog. Kin richting je schouder, deel je voetzolen wat weg, trek je navel iets naar achter. Nou, we houden niet zo lang aan omdat het lijf wat slap is. Dus je ademt wat dieper in, uitademend armen horizontaal. Adem in. Uit rechterhand op je rechter scheenbeen. Doe me richting je voet en breng je linkerarm omhoog. Geen langzaam richting je schouder. Trek je navel wat naar achter. Adem dieper in. Uitademen, breng de armen horizontaal. Armen naar voor. En opzij. Armen voor. En opzij. Laatste. En opzij. Handen naar beneden. Adem dieper in. En langer uit. Mag je de benen weer naar elkaar toe brengen? En kom je zitten met je billen bij je hielen? Trek iets aan de navel. Ook hier de schouders laag. Vind je het moeilijk om zo te zitten, leg je benen dan lang vooruit. Je brengt de armen opzij. Inademend, armen omhoog. Uitademend, armen opzij. Draai de handpalmen open. En haak je wijsvingers daarbij, de billen, de rug in elkaar. Trek aan de vingers en duw de borst een stuk vooruit. Als het je veel moeite kost, hou hem dan zacht. En op de eerstvolgende uitademing laat je de spanning ervan af. Hou je de vingers uit elkaar, breng je de armen zijwaarts omhoog. En uitademend plaats je de handen voor de borst. Armen naar beneden. En leg je benen lang naar voor. Kleine spreidstand. Deel je voeten iets weg. En breng op de inademing de armen omhoog. Uitademend, armen naar voor. Vingertoppen over de mat. En zet je handen achter je neer. Dus alles is schuin. Je kan heel erg in je schouders gaan hangen. Maar dan duw je alles in je nek dicht en je hebt nou juist, zeker bij die griep, veel ruimte nodig. Dus breng de borst naar voren, activeer de schouders, je kin een klein beetje opliften, zoek de ruimte. Een paar keer goed diep ademen. En op de eerstvolgende uitademing laat je hem los. Je zakt ietsje naar beneden. Je duwt jezelf vanuit je armen weer naar voren. Vingertoppen over de mat naar voren en op. Uitademend plaats de handen voor de borst. En laat hem los. Voor de laatste oefening gebruik je het pleed of jouw hele dikke kussen of allebei. Je legt je benen een end uit elkaar en je maakt het pleed goed bol hoog. Je plaatst het pleed of je kussen dicht bij je lichaam zodat je buik erop kan liggen. Ik leg er nog een kussen bovenop. Je ademt in, je brengt je armen omhoog. Je ademt uit en je buigt voorover. Dus je buik en je borst die landen op het kussen. Je ellebogen die hou je in de buurt van je schouders. Of je legt ze op je bovenbenen en je handen op je scheenbenen. Kijk maar hoe je dit gedeelte zoveel mogelijk kan ontspannen. En dan leg je je wang op het kussen of op het pleed. Je sluit je ogen. En terwijl je zo ligt, probeer je zoveel mogelijk spanning los te laten in de rug, de nek en de schouders. Maar ook misschien wel spanning in de adem. Zeker als je verkouden bent en je neus zit dicht. Rustig blijven ademen door die mond. Lekker diep in, lekker lang uit. Ook al voelt het allemaal wat krampachtig aan. Probeer ruimte te vinden in die krampachtigheid. voel in je zieke lijf de zachtheid geef het aandacht geef het warmte En hoe langer je zo blijft liggen, hoe meer je lijf zich aan overgeeft. Je huid ontspant, je spieren. Het weefsel. Maak jezelf dan weer klaar om terug te komen. Dus verdiep de adem heel geleidelijk aan. En hoe meer je die adem verdiept, hoe meer de spieren weer willen bewegen. Dus open de ogen op een kietje. Trek eerst je armen wat naar je toe. Haal dan je wang van het kussen. Breng de aandacht naar je rug. En die rug die bouw je vanuit het bekken langzaam weer omhoog. Dieper in. En een hele lange uit. Doe rustig aan en drink misschien nog een glas water of een lekker kopje thee, waarna je in bed je lichaam verder laat rusten. Ik wens je beterschap en zie je graag gezond en fit weer terug bij een volgende les.